Dag dames en heren, ik ben Patrick Verschuren en ik zou graag met jullie enkele nieuwe inzichten rondom de aanpak en de diagnostiek van de reumatoïde artritis delen. Ik heb mijn presentatie min of meer opgehangen aan werk dat we binnen onze onderzoeksgroep de voorbije 2-3 jaar hebben verricht in verschillende domeinen van het onderzoek rond reumatoïde artritis. En dus eigenlijk een soort van topic gerelateerde uiteenzetting opgebouwd, zeg maar. De eerste topic is eigenlijk de topic van aandacht voor een snelle diagnose. Wij hebben daar zelf onderzoek naar gedaan bij mensen die deelgenomen hebben aan een therapietrial die we deden in onze groep. En hebben die mensen eigenlijk gevraagd hoe ze tot de diagnose gekomen zijn en hoeveel moeilijkheden ze hebben ondervonden om tot een correcte diagnose en een correcte behandeling te komen. En de realiteit is dat het eigenlijk zo is dat mensen met de gewrichtsklachten toch nog steeds het bezoek aan een zorgverlener vaak blijken uit te stellen. Niettegenstaande ze in de beginfase van hun ziekte vaak geconfronteerd worden met de typische symptomen van reumatoïde artritis, te weten pijn in de gewrichten, zwelling in de gewrichten en stijfheid in de gewrichten, dus echt een symptoom van artritis. En dat in vele kleine gewrichtjes zoals je klassiek verwacht bij een reumatoïde artritis. Mensen gaan dan uiteindelijk met die klachten alsnog naar een zorgverlener, met als belangrijkste redenen pijnklachten, soms ook wel niet onbelangrijk verlies van functionaliteit, wat mensen dwingt om hulp te zoeken. En de huisdokter is in vele gevallen dan de eerste hulpverlener die gecontacteerd wordt, of in de meeste gevallen zelfs. Nu leidt dat niet per definitie onmiddellijk tot een diagnose, want het is slechts in 44% van de gevallen zo dat al bij de eerste contacten een diagnose kan gesteld worden. En in meer zeldzame gevallen, pakt 1 op 4, duurt het tot 5 bezoeken voor een patiënt gediagnosticeerd wordt met reumatoïde artritis als die beginnende RA blijkt te hebben. Het is ook zo dat vaak meerdere zorgverleners betrokken partij zijn. Soms is er ook een kinesist in het spel die het diagnostisch proces stuurt of doorkruist. Soms een andere arts, zoals een fysisch geneeskundige of een orthopedist. Maar uiteindelijk komen toch de meeste patiënten naar de reumatoloog, zij het met de nodige vertraging. En uit ander onderzoek weten we dat dat maar in 1 op de 5 gevallen lukt binnen de voor ons ideale termijn van een 3-tal maanden als we willen optimale behandeling leveren. Dus met andere woorden, hier is nog werk aan de winkel in het herkennen en tijdig behandelen van reumatoïde artritis. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk, en dat is de volgende topic, dat er een juiste initiële therapiekeuze wordt gemaakt. En in feite is dat voor reumatologen te landen minder moeilijk dan je zou denken, omdat daar ook richtlijnen rond bestaan. En de richtlijnen in Europa althans zeggen dat je best start met een behandeling met methotrexaat en daaraan tijdelijk dan glucocorticoïden associeert. De reden dat methotrexaat naar voren geschoven wordt als een interessante optie is dat het een traag maar efficiënt werkend antireumamiddel is dat naar de wortel van de ziekte gaat en dat eigenlijk de ziekte stabiliseert door op het immuunsysteem een kalmerend effect uit te oefenen. Zoals jullie weten is reumatoïde artritis een immuunaandoening en de doelstelling van de behandeling is het immuunsysteem beter in de pas te laten lopen. Omdat het zo'n traagwerkend geneesmiddel is, die methotrexaat, wordt daar in vele gevallen glucocorticoïden aan toegevoegd, dus cortisone zoals we zeggen, wat een geneesmiddel is dat aan de ene kant heel snel ontstekingsremmend is, maar aan de andere kant ook het immuunsysteem heel snel kan onder controle brengen en dat geeft dus de mogelijkheid om heel snel symptomen en gevolgen van reumatoïde artritis op allerlei fronten in te dijken. Dus die combinatie wordt naar voren geschoven als ideaal. Wij hebben daar ook toe bijgedragen met ons eigen onderzoek om die conclusie te laten opnemen in de richtlijnen. Het Carrera-onderzoek is een onderzoek waarbij we verschillende vormen van combinatietherapieën voor reumatoïde artritis hebben vergeleken. En wat we daarin vastgesteld hebben, is dat het gebruik van cortisone toch voor eigenlijk alle mogelijke vormen van reumatoïde artritis, of het nu milde of meer gevorderde ernstige vormen is, een voordeel biedt. Vooral door het feit dat het een snelle controle garandeert. En eigenlijk in alle gevallen van beginnende reumatoïde artritis is die snelle controle eigenlijk van groot belang. Dat zal ik u dadelijk nog meer in detail uitleggen. We hebben wel vastgesteld dat het niet rendeert van naast die methotrexaat nog andere antireumamiddelen bij te schakelen in het gedacht van een meer krachtig effect te bekomen.
Het probleem is dat combinatietherapieën van klassieke antirheumatica vaak meer nevenwerkingen geven, die dan op hun beurt leiden tot het sneller verlaten van de therapie en dus eigenlijk ook een minder efficiënt gebruik van medicamenten. Realiteit is dat we toch in ongeveer 70% van de gevallen remissie kunnen bekomen bij patiënten met reumatoïde artritis met dergelijk schema. En dat na 5 jaar slechts 56% van de patiënten nog een aanpassing van de therapie nodig heeft. Dat wil zeggen, eens de remissie bereikt en uiteindelijk de patiënt in een behandelschema gerold is waar de cortisone na verloop van tijd is kunnen gestopt worden, is het zo dat de meerderheid van de patiënten eigenlijk geen aanpassingen meer nodig heeft aan de therapie, omdat die dusdanig stabiele controle kan garanderen, wat toch eigenlijk wel heel goed nieuws is. Aan het einde van de behandeling over 5 jaar, want dat is een publicatie die we dit jaar hebben weten te plaatsen, is slechts 22% van de patiënten in behandeling met biologicals, wat wil zeggen dat ze eigenlijk alles bij elkaar in de overgrote meerderheid van de gevallen voldoende efficiënt kunnen behandeld worden met klassieke antirheumatica. Wat ik wel nog moet bijvertellen is dat ook slechts een heel klein aantal patiënten cortisone nodig heeft op lange termijn. Sommige collega's hebben schrik dat wanneer je patiënten in de beginfase van hun ziekte op een behandeling met cortisone zet, dat ze eigenlijk voor de rest van de behandeling heel snel op cortisone terug zullen moeten beroep doen om het balans te houden. Blijkt dat dat eigenlijk slechts in een percentage van 25% van de gevallen noodzakelijk is. Een snelle respons is extreem belangrijk bij patiënten met reumatoïde artritis en dat heeft te maken met het feit dat de evolutie van beschadigingen aan de gewrichten door reumatoïde artritis uiteraard kan afremmen op het moment dat die nog niet volop is ingetreden. Tegelijk weten we dat de kansen om de ziekte op lange termijn in remissie te krijgen er ook mee groeien. En het is ook zo dat als de ziekte snel onder controle komt, de mogelijkheid om op lange termijn de therapie te vereenvoudigen groter is. We weten ook dat mensen die een snelle controle van de ziekte hebben genoten, minder risico hebben op chronische pijn, minder risico hebben op vermoeidheid en dat de psychosociale en professionele gevolgen van de ziekte ook minder groot zijn. Dat zijn allemaal factoren die natuurlijk voor heel veel patiënten van het allergrootste belang zijn. En het laatste wat ik daarover wil zeggen is dat we ook gemerkt hebben, en dat is relatief recent onderzoek dat we nog niet gepubliceerd hebben, dat we merken dat mensen die ook snelle controle hebben ondervonden, betere zelfredzaamheid ondervinden, omdat ze zich meer zeker voelen over de manier waarop ze met hun ziekte kunnen omgaan en eigenlijk een zo goed als normaal leven proberen te leiden. Een overbruggingsschema met cortisone garandeert die snelle respons in de meeste gevallen. En dat is de reden waarom wij dat zogenaamde Cobra Slim schema, wat een combinatie van methotrexaat met een afbouwschema van cortisone is, dat wij dat beschouwen als een soort one size fits all oplossing voor beginnende reumatoïde artritis. We hebben ook kunnen aantonen, een heel recente publicatie, dat mensen die op die manier behandeld worden, op lange termijn ook minder pijnstillers en minder ontstekingsremmers nodig hebben, wat eigenlijk ook een soort van reflectie is van het feit dat ze minder ongemakken ondervinden natuurlijk, en wat op zijn beurt ook weer minder risico's op complicaties allerhande bij gebruik van die middelen met zich meebrengt. Wat we willen bereiken bij patiënten met reumatoïde artritis is dat de ziekte perfect onder controle is en blijft. En die doelstelling kunnen we natuurlijk maar halen als we dat regelmatig blijven toetsen aan de hand van metingen van de ziekteactiviteit. En om ziekteactiviteit te meten gebruiken we verschillende scoresystemen. In België is dat voornamelijk de DAS28-score. En dat is een soort van, wat ze noemen een composite score, een score die samengesteld wordt uit een aantal elementen die een weerspiegeling zijn van ziekteactiviteit. Met name het aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten. Ook de ontsteking, zoals we die kunnen meten in het bloed. Maar niet onbelangrijk, ook de beoordeling van de ziekteactiviteit door de patiënt zelf op een vast schaal. En de bedoeling van het meten van die ziekteactiviteit is dat van zodra dat de ziekte boven een bepaalde drempel uitstijgt, de ziekteactiviteit, dat we dan een therapieaanpassing zouden gaan doen. Belangrijk daarbij te zeggen is dat die therapieaanpassing natuurlijk doordacht moet gebeuren, omdat het nogal eens gebeurt dat problemen die niet gerelateerd zijn aan ziekteactiviteit de score beïnvloeden. Het gaat voor stuk om een subjectieve evaluatie en het is natuurlijk ook zo dat in sommige gevallen een hoge score niet altijd een
ziekteactiviteit reflecteert, maar soms een probleem op een bepaald gewricht dat helemaal niks met activiteit van de ziekte, maar met de toestand van de gewrichtsstructurele toestand bijvoorbeeld reflecteert. En dan is aanpassen van de geneesmiddelen niet meteen de ideale oplossing. Dus wij gaan voor wat we noemen een soort flexible tijd control. Het is niet zo'n goed idee van de computer te laten beslissen op basis van dergelijke scoresystemen dat de behandeling moet aangepast worden. Maar desalniettemin moeten we zeggen dat de therapie geregeld moet aangepast worden in functie van de evolutie van de ziekteactiviteit en dat we daarbij nog steeds de dag van vandaag voor een soort trial and error staan. Dat heeft ermee te maken dat er nog niet echt goede systemen zijn om vooraan te voorspellen welke patiënt op welke therapie goed zal reageren. Begin dit jaar is een studie gepubliceerd waarin wij hebben ook deelgenomen, ook collega Duree van de UCL heeft daaraan deelgenomen, waarbij we met synoviaal biopsiemateriaal aan de slag zijn gegaan in samenwerking met mensen in Londen, dat ons in staat stelt om min of meer te voorspellen wat de uitkomst zal zijn van een patiënt bij gebruik van heel specifieke gerichte nieuwe therapieën. Maar dit is natuurlijk nog maar de beginfase van het ontwikkelen van precisiegeneeskunde. En hopelijk kunnen we daar in de toekomst nog verder stappen in zetten die ons toelaten om a priori veel betere inschatting te maken van de respons op therapie. En dus eigenlijk ook te vermijden dat we nog zoveel moeten ons baseren op trial and error. Het is niet onbelangrijk natuurlijk in de huidige situatie waarbij we een groeiend arsenaal hebben van complexe therapieën voor reumatoïde artritis, dat we ons ook bewust zijn van de kosten die daaraan verbonden zijn als we die medicamenten gebruiken. Bij correct gebruik kunnen deze middelen perfect kostenefficiënt zijn. Ze zijn ook trouwens voor een heel grote groep van patiënten meer dan efficiënt. Maar het is heel moeilijk, zoals ik daarnet al zei, om bij individuele patiënten te voorspellen dat ze op de juiste manier zullen geholpen kunnen worden met een heel specifiek geneesmiddel. En dat trial and error gebeuren is natuurlijk een heel vervelende stoorzender in onze manier van gebruik van die middelen. Het risico is dat natuurlijk op een heel hoog tempo sommige mensen een heel arsenaal van die nieuwe generatie van geneesmiddelen toebedeeld krijgen, met de beste bedoelingen natuurlijk om snel vooruitgang te boeken in de controle van de ziekte. Maar daar zijn natuurlijk ook risico's aan verbonden op vlak van infectie en dergelijke meer. En zeker als we met die middelen werken van de nieuwe generatie, is dat infectierisico duidelijk hoger dan bij klassieke antirheumatica. Dus verdient het toch nog steeds aanbeveling om zuinig om te springen met de beschikbare middelen. Dat is ook de reden waarom wij proberen het maximale effect na te streven van klassieke antirheumatica, alvorens we naar die biologicals en wat wij noemen targeted synthetic DMARDs, zoals de nieuwere generatie van JAK-inhibitoren, zouden grijpen. Dus het is belangrijk natuurlijk dat we ook voldoende tijd nemen bij iedere nieuwe complexe therapie die we starten om de efficiëntie daarvan te beoordelen en dat we niet te snel door de bocht of te kort door de bocht conclusies nemen. Met andere woorden, zoals gezegd, het arsenaal er al te snel doorjagen. Sturing van de behandeling zal in vele gevallen gebeuren op basis van het buikgevoel van de arts en in overleg met de patiënt volgens de voorkeur van de patiënt. Buikgevoel van de arts is natuurlijk iets heel mythisch, zeg maar. Dat heeft vaak te maken met heel specifieke ziektesymptomen en aanwezigheid van bijkomende gezondheidsproblemen die in de ene of de andere richting bepaalde van die nieuwe generatie geneesmiddelen de voorkeur laten verdienen. En ik heb u daarnet ook verteld dat we mogelijk in de toekomst ook op basis van pathologische analyses, dus dat wil zeggen een synoviumbiopsie, zouden kunnen sturen. Wat ons natuurlijk nog veel meer efficiënt zal kunnen laten omgaan met die geneesmiddelen. Belangrijk is natuurlijk dat de evaluatie van de behandeling niet alleen gebeurt op basis van die wat wij noemen zogezegde harde uitkomstmaten, zoals de telling van het aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten en het meten van bloedtesten. Het oordeel van de patiënt wordt er ook in meegenomen. Zoals ik daarnet al zei, bij de meting van de ziekteactiviteitsscore, zoals een DAS-28-score, wordt de mening van de patiënt gevraagd over de ziekteactiviteit en wordt ook
hoe zal ik zeggen, valabel geacht als een gezonde kijk op de ziekteactiviteit. Het is natuurlijk belangrijk dat die sturing van de medicamenteuze therapie een correcte evaluatie van de ziekteactiviteit vecht. En de realiteit is dat er soms wel eens een discrepantie is tussen wat de patiënt en de zorgverlener denkt over de aanwezige ziekteactiviteit. Zo dat artsen soms het belang van het ervaringsdeskundige oordeel van de patiënt onderschatten. Met andere woorden, hun capaciteit om de ziekteactiviteit goed in te schatten. Anderzijds is het natuurlijk ook soms wel zo in de realiteit dat patiënten onvoldoende inzicht hebben in bepaalde gevallen in de oorzaak van hun klachten. En dan is er in die context een goede dialoog en educatie nodig waar dat dan nodig is. Als er bepaalde symptomen zijn, zal moeten uitgelegd worden dat die wel of niet te maken hebben met ziekteactiviteit, om dan ook te verantwoorden van al of niet de behandeling te veranderen. Naast die meting van ziekteactiviteit zoals die in de DAS-score verzameld wordt, op een simpele visueel analoge schaal, worden er ook heel wat zogenaamde patient-reported outcomes gebruikt tegenwoordig. Dat zijn meestal vragenlijsten die peilen naar de evaluatie van de patiënt van zijn ziekte of de ervaring die de patiënt met zijn ziekte heeft of haar ziekte heeft. Die patient-reported outcomes hebben een belangrijke waarde in het voorspellen van het ziekteverloop en ook het psychosociaal welzijn op lange termijn. Dat hebben wij in onderzoek in onze eigen groep ook kunnen aantonen. En wij zijn overtuigd dat die patient-reported outcomes een bijkomende trigger zouden kunnen zijn voor tijdige interventie om het ziekteverloop te beïnvloeden en om het welzijn van de patiënt te beïnvloeden. Een interventie in die zin hoeft niet steeds een aanpassing van de geneesmiddelen te zijn. Het kan eventueel een ander soort interventie zijn die de kwaliteit van leven van patiënten beïnvloedt. Een sociale interventie, een kinesiotherapeutische interventie, in bepaalde gevallen ook een orthopedische interventie, als dat zou leiden tot een beter resultaat. Wij willen natuurlijk ook graag de zogenaamde onvervulde behoeften van patiënten lenigen. De realiteit is dat, jammer genoeg, ook in onze patiëntenpopulatie ongeveer 1 op 5 van de patiënten, ondanks de spectaculaire vooruitgang van de behandeling, nog onvervulde behoeften heeft. En jammer genoeg zijn niet al die onvervulde behoeften op te lossen met geneesmiddelen. Het is ook zo dat de lat terecht hoger en hoger wordt gelegd, waarbij eigenlijk het streven naar normaliteit voor ons eigenlijk, zal ik maar zeggen, de norm mag worden. Dat hangt heel erg af van de mate waarin de respons op de therapie snel genoeg is en de stabiliteit van de ziekte ook voldoende groot is. Er is een heel groot verschil tussen mensen die lang hebben moeten wachten op efficiënte therapie en diegenen die daar meteen hebben kunnen van profiteren. En bovendien is het verlies van de respons voor veel mensen ook een dusdanige desillusie dat ze soms een beetje een ander verloop van hun ziekte daaraan overhouden. Belangrijk is natuurlijk ook vooraf bestaande en miskende psychosociale problemen op te pikken en daar dan eventueel zorg voor te dragen in het proberen in goede banen leiden van onvervulde behoeften van patiënten. We weten dat slaapkwaliteit, sociale ondersteuning en de zelfredzaamheid van patiënten ook een rol spelen in de mate waarin ze voldoende controle ondervinden van hun ziekte. Dus het is duidelijk dat naast een kordate aanpak van de ziekteactiviteit een gepersonaliseerde multidisciplinaire begeleiding noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat niet alles met geneesmiddelen kan opgelost worden, ook niet alles door een arts noodzakelijkerwijze kan of moet opgelost worden. Maar dat je, als je patiënten benadert volgens wat wij het biopsychosociaal model noemen, of het holistische model, waarbij je de patiënt als mens en als persoon in zijn totaliteit benadert, dat je eigenlijk ook naast geneesmiddelen vele andere middelen hebt om mensen bij te staan. Sociaal assistent, kinesiotherapeut, soms psycholoog, om op die manier een optimaal resultaat te bekomen. En dat liefst van in de beginfase van de ziekte. Wij zijn natuurlijk ook niet blind voor het feit dat bepaalde behandelschema's minder goed werken in aanwezigheid van andere gezondheidsproblemen. Die beletten trouwens ook de toepassing die gezondheidsproblemen van bepaalde therapieën. En ze hebben duidelijk ook een negatief effect op de respons op de therapie en de risico's die je hebt bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Ik denk aan het gebruik van cortisone bij diabetespatiënten. Ik denk aan het gebruik van methotrexaat bij patiënten met nierziekten. Die zijn eigenlijk met elkaar soms incompatibel. Er zijn ook bepaalde aandoeningen die de evaluatie van onze therapie bemoeilijken, zoals bijvoorbeeld obesitas. Patiënten die obese zijn, daarvan kan je de gewrichtsontsteking moeilijker beoordelen. Simpelweg omdat er een, om het oneerbiedig te zeggen, isolatielaagje tussen uw handen en de
plaats waar je wilt observeren is tussengeslopen. En dat maakt het moeilijk om een goed oordeel te vellen. Vaak leidt dat tot onderschatting, maar het kan ook tot overschatting van de ziekteactiviteit aanleiding geven. En dat leidt dus tot ruis op de lijn als we een efficiënte therapie willen uitbouwen. Wat we niet mogen vergeten is dat de behandeling die we geven en ook de ziekte op zich gevolgen kan hebben buiten de gewrichten. Niet in het minst op vlak van cardiovasculair lijden, suikerziekte, osteoporose, vaak gevolgen van chronische ontsteking, maar soms ook het gebruik van bepaalde medicamenten. En de reumatoloog speelt daarin een rol en heeft daar eigenlijk ook een belangrijke functie als spelverdeler tussen de zorgverleners die de multimorbiditeit aanpakken. Ook daar hebben we recent een publicatie over gemaakt die duidelijk aantoont dat het hebben van een bijkomende gezondheidsproblematiek de efficiëntie van de behandeling negatief beïnvloedt. Wat ook natuurlijk belangrijk is, is dat we rekening houden met wat de patiënten echt belangrijk vinden als uitkomst. Zoals je kunt inschatten is controle van ziekteactiviteit een prioriteit, zowel voor artsen als patiënten. Maar het interessante of het eigenaardige van de zaak is dat artsen en patiënten het succes van de behandeling vaak verschillend beoordelen. Artsen bekijken hun boordtabellen in het, laten we zeggen, karikaturale geval, waarbij ze stellen dat als de boordtabellen in orde zijn, de behandeling veilig verloopt, alles naar wens is. Maar patiënten rekenen de behandeling vooral af op hun pijngewaarwording, op hun vermoeidheid. En enkel wanneer die factoren onder controle zijn, hebben ze het gevoel dat de ziekte daadwerkelijk voldoende onder controle gebracht is. Er is dus nood aan een gemeenschappelijke benadering die in de eerste plaats toch, denk ik, de behoeften van de patiënt centraal stelt. En daarvoor is het heel belangrijk dat arts en patiënt dezelfde taal leren spreken. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld als het gaat over ziekteactiviteit, dat we het over hetzelfde probleem hebben. En dat vergt soms wel wat bijkomende educatie rond het interpreteren van klachten. Het is ook, denk ik, belangrijk als patiënten een actieve rol willen opnemen in de aanpak van hun ziekte en waarin we ze alleen maar zouden willen stimuleren. En dat er een zekere deskundigheid is naast hun ervaring om mee de besluitvorming rond het sturen van therapie in goede banen te leiden. Wij zijn ook overtuigd dat het zou kunnen helpen als er naast de huidige meetinstrumenten zoals de DAS-score meer multidimensionele meetinstrumenten komen die ons in staat stellen om niet alleen de ziekteactiviteit mee te nemen in de beoordeling van de ziekte, maar ook tegelijkertijd, maar dan toch op een voldoende afgebakende manier, aspecten buiten ziekteactiviteit die voor de patiënt van belang zijn. Ook daar wordt binnen onze groep aan gewerkt aan nieuwe systemen waarbij we de prioriteiten van patiënten mee integreren in de uitkomstmate van de ziekte. Ik denk dat dat ongeveer is wat ik u wilde vanmiddag vertellen. Ik wil u graag bedanken voor uw aandacht en ik hoop dat het uw interesse enigszins heeft gewekt. Goeiedag. Vallen en recht krabbelen hoort bij mijn leven met RA. Maar ik kan ook genieten van de dingen die ik doe. Ik ben Nelly, ik heb reumatoïde artritis en ja, dat is de factor in mijn leven waar ik probeer elke dag mee te leven of elke dag dat toch een plaats te geven in mijn leven. Maar ik waak er wel over dat die reuma nooit volledig mijn leven gaat bepalen.